En jij Gravel by the Sea. Gesponsord door Velosport in Middelburg. Vondal. Maar het is niet per se een Middelburgs evenement, hè? Nee. Het is vooral een Zeeuws evenement. We willen het gravel aan... En een beetje hard praten, Erik, want het is, we zijn in de open lucht. Ja. Nee, het is een Zeeuws evenement. We willen in Zeeland ook het gravel aan een beetje promoten. Wij gaan zelf geregeld de provincie uit om een leuke toertochten mee te doen. En we dachten dat er wel een hiaat was in Zeeland. Als je zo zondagsmorgens je rondjes hier fietst, dan denk je, oh, het zou best leuk zijn om daar eens een toertocht van te doen. Dus ja. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En toen zijn we met de Scap gestart. En nu gaan wij als Middelburgers toch vanuit de hometown starten. Ja, nou dat is heel mooi. Ik zag ook online zag ik al oude boekjes voorbij komen. Betekent dat dat jullie ouderwetse routes gaan doen of moet ik dat zien? Want dat vond ik wel een leuke invalshoek. Nee, een van de routes is voor de racefiets. Of twee routes eigenlijk. En die gaat rond de kerken. Rondje rond de kerken. En dan kom je dus langs oude kerken. En we dachten dat is wel leuk om dan de geschiedenis ook een beetje daarvan te laten zien en te vertellen. Ja, dat is een leuk idee. Zeker omdat we hier starten bij de muziektent. Dat is ook een stukje geschiedenis. Nou en of, ja, dat is een heel stuk uitstuk Middelburg. En waar we nu staan was inderdaad water, hè, vroeger, daarom het molenwater. Ja. Ja. Hey, maar wat hebben jullie samen? Zijn jullie gewoon sportmaten van elkaar? Want jij bent al vaker voorbij gekomen, Erik eigenlijk ook. Hè? Maar jij bent nog steeds ondernemer? Zeker. En wat doen jullie? Vertel eens heren. Nou, wat wij doen, sowieso, ik ben er een beetje in verzeild geraakt omdat ik het leuk vond om te fietsen. En toen kwam ik erachter dat de fietsgroep Middelburg... elke zondag en elke dinsdag een rondje fietsen. Nou, ik ben een keer mee gaan fietsen. En op die manier maken we zo onze rondjes. En toen is een keer het idee ontstaan om zelf een tocht te organiseren. Ja. Nou, dat vond ik ook wel leuk. Dus daarom mag ik meedoen. Ja. En jij? Ja, dat geldt voor mij hetzelfde. Eerst vroeger hebben we wel veel gelopen. Toch wat gezocht om als alternatief. En toen zaten we vaak op de fiets. Nou, uiteindelijk is dat ook racefietsen en gravelen geworden. En vandaar dat we deze combinatie ook hebben gevonden. Tussen gravel en op de racefiets rondrijden. Ja, maar daar rij ik gewoon op een gezellig met drie versnellingen. Ik weet er weinig van. Maar jullie hebben nu zowel racefietsen bij als een gravelfiets. En Wat is nou precies een gravelfiets? Want ik denk dan aan de tennisbaan en dat soort dingen. Maar wanneer ben je nou aan het gravelen? Nou ja, gravel is vooral off-road. Hè? Dus zo min mogelijk op het asfalt en zoveel mogelijk in de natuur. En de gravelfiets kenmerkt zich dan door bredere banden. Hè? Dat gaat bijna naar een mountainbike breedte. En een wat comfortabelere zit. Dus luier zou je kunnen zeggen. En een racefiets is toch wel wat meer gericht op snelheid. Maar stel nu dat ik mee wil doen aan deze rit en wat voor fiets moet ik dan minimaal hebben? Kan ik met een mountainbike ook meedoen of is dat niet zo handig? Ja, dat kan zeker. Ja? Ja. Maar het materiaal waar jullie mee hebben, ik neem aan dat dit zijn de betere fietsen, toch? Of niet? Denk het, ja. Maar dan fiets je ook het lekkerst dit. Ja, maar een mountainbike gaat ook wel goed. En dan zeker misschien de kortere afstanden zijn daar heel geschikt voor. Ook als je nog een enigszins beginnend fietser bent, is dat perfect. 55 kilometer gravelen, dat is ideaal. Volgens mij is het niet de voorwaarde om een dure fiets te hebben om mee te doen. Nee. Als je een fiets hebt en je vindt het leuk om te fietsen, dan is het een prima tocht om... Alleen de open fiets liever niet. Nee, een elektrisch is ook niet heel erg sportief. Nee, maar wat heel kort de route, want het is op welke datum? 14 september. 14 september, en wat voor afstand wordt er afgelegd? We hebben twee racefietsroutes. Eentje van 75 kilometer en eentje van 125. En die van 75 die gaat voornamelijk over Walcheren. En die van 125 neemt een klein stukje van Noord-Beveland mee. En dan hebben we nog drie gravelbike tochten. Eentje van 55 kilometer, eentje van 85 kilometer en eentje van 145 kilometer. Oké, dat zijn allemaal verschillende. Ja, okay. Een redelijk dagje weg. Ja. En als ik mee wil doen, wat kost me dat en hoe schrijf ik me in? Ja, we hebben een website www.gravelbythesea.nl en daar kun je inschrijven. 19,50 is het inschrijfgeld, maar we krijgen wel een hele hoop voor terug. Als je komt, dan is er koepot koffie, een bonusje erbij. Dan ga je fietsen onderweg, zijn er stops van de robot.
En als je terugkomt is er van het spulhoekje een hamburgertje, okay, wat te drinken. Maar ik ben zelfs enthousiast, hè? En er is muziek. Okay. En er is een beetje muziek. Dus, proberen een beetje festivalsfeer. Echt wel een evenementje wordt het gewoon. Ja. Nou, superleuk. Ja, zeker. Zeker. Oké, nou dank jullie voor de toelichting en dat ze maar goed gegeten mag worden. Eén dingje nog. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Oh. En dat is het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Heel goed. Ja, zodat ook mensen die wat minder bedeeld zijn kunnen sporten. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker in de actuele situatie bij het verkeer. En daar doen we ons uiterste best voor om al zo weinig mogelijk kosten te maken, zoveel mogelijk opbrengsten. Oké, okay. Ja. Nou, heldere taal. Dank jullie wel. Top. Okay. Hoi.